Oké, B-finale Boys 12, ja, ze zijn weg. Binnenom gaan we kijken wie zit er als eerste. Dat is even de maximale crash met de gebroken voorvork. Dat was maximaal hangen. Even kijken, de nummer 287. Gaat hier als eerste voorbij, maar er zit gelijk een aanval in. 287 is Vin van Koorn. 287 is Vin van Koorn. Maar die zat al in de benauwde positie, want er werd een aanval ingezet door de 97. Jeu van den Boom. Dan hebben we de nummer 913 op de derde plaats. Zo te zien is dat ook de eindsituatie. 97. Rob nog een beetje kort erbij. Jeu van den Boom probeert het nog. Maar dan wacht de 92 komt voor de derde plek in aanspraak. Sander Teunissen. En u zag, soms gaat het gigantisch fout met die gebroken vorm. De A-finale Boys 12 jaar.